Goedendag, u kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. De satellietfoto laat de trieste werkelijkheid zien. Het is geheel bewolkt boven Nederland en uit die bewolking valt van tijd tot tijd regen en motregen. Dat zien we dan ook op de weerkaart van vanochtend terug. Het is overal bewolkt met regen. Temperaturen zijn magertjes, zo'n 14 en 15 graden. De wind komt uit het zuidwesten tot westen en die is matig tot vrij krachtig, kan aan zee af en toe krachtig zijn, windkracht 6. Vanmiddag blijft het regenen en motregenen. In het zuiden gaat geleidelijk de zon doorbreken. Nadat er een paar stevige buien zijn gevallen. Temperatuur uiteindelijk in het zuiden rond 19 graden. Vanavond vallen er dan ook nog enkele buien. Maar er komen ook wat meer opklaringen. En de wind begint in de loop van de avond af te nemen. Morgen opnieuw veel bewolking, van tijd tot tijd buien. En heel af en toe breekt de zon door. Dat stelt waarschijnlijk weinig voor. Temperaturen mager voor de tijd van het jaar, zo'n 17 à 18 graden. De komende dagen wordt het geleidelijk wel wat beter. Zondag valt er slechts een enkele bui, zijn de flinke perioden met zon. Maandag en dinsdag heeft de zon het weer moeilijker, valt er opnieuw een enkele bui, maar de temperatuur gaat dan omhoog. Dinsdag wordt het gemiddeld 20 graden en dat is toch weer ietsje beter. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.